Bij een grote brand aan de Aarlesseweg in Lieshout is donderdagnacht een schuur verwoest. Hoewel de brand oversloeg naar de aanpalende woonboerderij met rieten dak, wist de brandweer deze boerderij te behouden. Een bewoner was thuis toen de brand uitbrak. Hij is door passanten gewaarschuwd. Deze fietsers zouden de brand, die even na 1 uur uitbrak, hebben ontdekt en aan de brandweer hebben gemeld. 4 blusvoertuigen uit Nuenen, Lieshout en Aarle-Rikstel en een hoogwerker uit Helmond hebben de brand bestreden. Extra aandachtspunt voor de brandweer was een grote gastank met propaangas die tegen de schuur aan lag. De brandweer heeft deze gekoeld en de gasleiding afgesloten. Over de oorzaak van de brand tasten brandweer en politie nog in het duister. De politie start vrijdag een technisch onderzoek. Thank you.